Zal ik mezelf even voorstellen, ik ben Sjoerd en Dekker, ik ben hier namens Stadscafé van der Werf aanwezig. Ik heb samen met de kandidaat de afgelopen weken gewerkt om de verkiezing vorm te geven. En ik wil zeggen dat het een leuke tijd is geweest. En nu zijn we met alles samen op het moment waar we op hebben gewacht om bekend te maken wie de lijsttrekker van het jaar gaat worden. Het is de eerste keer dat we deze verkiezing hebben georganiseerd, dus ik ben blij dat jullie allemaal gekomen zijn en dat het in de stad gedragen wordt. Ik ga zo dadelijk samen met Bermin van Brouwerij Ponk even iets vertellen over ons nieuwe biertje wat we samen hebben gebrouwen. Van der Werf Ponkstuk. Daar gaan we jullie straks meer over vertellen. En daarvoor zijn we ook een beetje bij elkaar gekomen vanavond om die aan jullie te presenteren en door jullie te laten proeven. En daar een succes van te gaan maken. En daarna ga ik het woord geven aan wethouder Yvonne van Delft. Ik ben blij dat ze er is om de prijs uit te reiken, dus zij gaan het officiële gedeelte op zich nemen. Ik zal even vertellen waar we vandaan zijn gekomen. Houden wij een vakmanschap. En we zijn gaan kijken van hoe kunnen we dat nou in Leiden een beetje onder de aandacht gaan brengen. Hoe kunnen we de vakmannen in het zonnetje gaan zetten. Dus we hebben vanuit eigen ervaring gekeken van wat is een ambachtsman en wat is een vakman. Dat is iemand die iets moois maakt met zijn handen. En ik denk dat we in Leiden genoeg mensen hebben waar we als stad trots op kunnen zijn dat de dingen gemaakt worden in Leiden. Dus we hebben vanuit eigen ervaring een lijst opgesteld. En hebben langs onze criteria negen mooie kandidaten samengesteld. Die de afgelopen tijd hebben meegedrongen in de grote verkiezing tot de Leidse vakman van het jaar. Dat is een leuke tijd geweest. Over vakmanschap gesproken trouwens, jullie zien deze mooie banner hier hangen. We zijn vanmiddag met drie man 2,5 uur bezig geweest om de banner te laten hangen zoals het nu hangt. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik er razend trots op ben. Dan mag wel even een applaus. Hij hangt er daar eigenlijk wel anders mee gezegd, maar hier is het wat. Laten we het daar maar houden. Hetgeen waar wij van der Werf goed in zijn, denk ik, dat is bier maken, verkopen en zorgen voor gezelligheid. Dus we hebben besloten dat we dat vanaf nu gewoon daarbij houden en niet meer ons met dit soort zaken gaan bezighouden. Dus hebben we een bruggetje naar de eerste vakman die ik graag wil uitnodigen hier op het podium. Want we hebben samen met de Rijksbrouwerij Ponk een biertje gebrouwen. Dus ik wil graag een applaus voor Bevin van Brouwerij Ponk. Die gaat ons op weer vertellen over het bier. Bevin, denk ik, stel je even voor en vertel even waar je vandaan komt en waar je staat. Ja, dankjewel. Bijzonder om hier te staan en te worden geïntroduceerd als vakman. Ik voel het toch een beetje onwennig. 7 jaar geleden behoerden wij nog een keteltje op een studentenkamer. En 4 jaar geleden begonnen wij met bierbrouwen. We hadden nooit gedacht dat je dan later vakman wordt genoemd. Dat is toch wel een beetje bijzonder, misschien net te veel eer. Waar we vandaan zijn gekomen? Ja, ik denk dat wij zijn op een gegeven moment gaan samenzitten. Wij verkopen onze bieren hier bij Van der Werf, bij Lotte de Walvis. En op een gegeven moment begon het toch een beetje te kriebelen. Het zou wel gaaf zijn, hè, Van der Werf, echt het stadscafé, om daar wat meer aan te doen. En om te kijken of je niet alleen maar bier kan verkopen, maar dat je ook nog je eigen smaak, je eigen visie, of je dat in dat bier kan leggen wat je elke dag naar die tafel brengt, waar je mensen mee blij maakt. Nou, dat is een hele tijd geleden. Nu presenteren we dat Ponkstuk. Dat is natuurlijk mooi. Wat zit daarin? Want het is best een bijzonder bier geworden. Uiteraard zitten er granen in, maar bijzonder is er rozemarijn in, grapefruit, er zit roze peperbes in. En dat klinkt allemaal heel funky, dat je denkt van dat klinkt heel zwaar. Maar wat hebben we geprobeerd? Om het doordrinkbaar te maken, om het spannend te maken. En dat je eigenlijk met elke slok denkt, ik wil eigenlijk nog wel een slok. Ik laat aan jullie over om te beoordelen of dat gelukt is. Wij hebben in ieder geval ons best gedaan. Wij hebben, als je dat een vakmanschap mag noemen, we hebben er heel veel liefde en aandacht en uren en bloed, zweet en tranen in gestopt. En wij hopen dat tot uiting komt straks in dat glas. En het is natuurlijk hartstikke mooi om zoiets te maken. En het leuke is, wij hebben het gevoel zo om aan het begin te staan. We vinden onszelf maar heel erg klein en dat zijn we ook. Maar wel steeds een stukje minder klein en hopelijk met meer vakmanschap. Ik heb hier een mooie vaas in handen. Daar zitten, ik weet niet, maar stelt alle ingrediënten in die,
die je terugvindt in het pompstuk. Boven water. Ja, boven water. Maar als ik zo nu zo hier een beetje boven hang, dan ruik ik al echt een hele bijzondere samenstelling van geuren. Ja. Kan je misschien iets meer vertellen over een bepaalde ingrediënten die iets doen met de smaak? Bijvoorbeeld, wat is de overweging om zeepgoed toe te voegen? Is dat, heb je daar een idee over gehad? Of dat samen maakt dat het bij Van der Werf past, extra frisheid? Ik weet het niet, kan je er iets over vertellen? Ja, dat is natuurlijk altijd lastig om dan te zeggen wat past er nou goed bij zonder dat het heel erg gezocht of heel erg cliché wordt. Ik denk dat grape, die drie ingrediënten, die roze pepermes, die grapefruit en die rozemarijn, dat zijn de bijzondere ingrediënten die dit bier echt bijzonder maken. Grapefruit is een, vind ik een stoere citrusvrucht. Het is en zuur en het is bitter. Het heeft een bite, het is lekker, het kan ook zoet zijn. En eigenlijk, als je dat naar Van der Werf zou doen, het is een schuurcafé, het is relaxed. Je kan er lekker zitten, je kan aan een leestafel zitten. Je kan hier ook gewoon ongenadig haar bier drinken. Dat is een beetje wat hier gebeurt. Dus ik denk dat er goed bij past. Rozemarijn geeft wat kruidigheid, wat warmte. Gewoon eigenlijk dat ik het hele jaar door kan drinken. En die peperbes, peper is natuurlijk gevaarlijk. Als je te veel peper gebruikt, dan denkt men, oké, lekker, doe maar een glas water, want het is te heet. Deze peper hebben we hopelijk zelf gebruikt. Dat je eigenlijk na slok 3 denkt, wat is dat toch? En dat je naar een glas denkt, dat is best wel lekker. Is dat nou die alcohol of is dat wat anders? Nou, het is natuurlijk wat anders, dat is die peper. En zo hebben we eigenlijk geprobeerd, nogmaals, we hopen dat gelukt is. Hebben wij geprobeerd om deze ingrediënten tot een mooi, fris en drinkbaar bier te maken. Op dit moment worden er onze collega's nu een aantal dienbladen met het pronkstuk naar binnen gedragen. Dus ik zou zeggen, voel je vrij om lekker een biertje te pakken en de ervaring aan te gaan met al die ingrediënten waar we net over hebben gesproken. Zou je misschien iets kunnen vertellen over wat voor soort bier het is? Wat is het? Is het een IPA? Is het een frisbiertje? Is het een blond biertje? Ja, het soort bier. Nou, proberen wij vaak buiten de lijntjes te kleuren. Maar als je dit zou moeten indelen, dan denk ik dat dit zit in een lichte ale. Hij is ook nog best wel hoppig. Er zit citra in, er zit cascade in. En eigenlijk door de grapefruit is die fris en bitter. Dus hij is 5,6%. Dit iets meer dan standaard. Dus. Ik merk dat het nog wel wat losmaakt bij het publiek dat de biertjes de zaal in komen. Dat kan ik me ook goed voorstellen, want het is een mooie ervaring die de mensen goed gaan. Dus ik heb het idee dat we met elkaar aan het delen zijn. Ik denk niet dat we dan nog heel lang moeten wachten om door te gaan naar het officiële gedeelte. Wil je nog verder iets vertellen over het biertje? Dus even gaan. Precies. Als ik heel eventjes jullie aandacht op zou mogen, lieve mensen. Dan kunnen we overgaan naar het officiële gedeelte en dan wil ik heel graag een heel hartelijk applaus voor de wethouder Yvonne van Delft, die overgaat tot het uitreiken van de prijs. Ja, Sjoerd, dankjewel. Nou, ik had in gedachten om een blaadje of 10 toespraak te houden, maar ik denk dat ik dat niet doe. Lijkt me beter van niet. En ik ben heel trots dat ik hier sta tussen al deze vakmensen. Want ik dacht dat straks jullie kunnen echt iets. Ik kan voornamelijk kletsen, dat doe ik dan ook. Maar jullie maken iets, jullie doen iets, jullie maken iets voor de stad. En jullie geven Leiden dus ook een gezicht. En ik ben hartstikke trots als wethouder in economie dat jullie in onze stad zitten. En vaak al heel erg lang en van familie generatie op generatie. Bij sommigen van jullie ben ik klant en bij anderen niet, maar dat kan natuurlijk altijd nog worden. En ik ben heel trots op dat vakmanschap, ook omdat we in Leiden kijken hoe we jongeren kunnen interesseren om allerlei vakken te gaan leren. Want mensen zoals jullie hebben ook gewoon nodig in de stad. De slager, de kapper, de mooie ramen die gemaakt worden door Jilleba. Allemaal hartstikke mooi, hebben we heel hard nodig. Ik ga snel over tot het officiële gedeelte. En mag ik dan de genomineerden ook eventjes naar voren hier? Past dit allemaal? Past dit?
ik ga gewoon een treetje naar beneden. Nou, goed dat jullie elkaar allemaal leren kennen. Heel goed dat jullie er zijn. Ik wil jullie ook allemaal feliciteren met deze nominatie. En natuurlijk wil ik de initiatiefnemers, Sjoerd en Mels, hartelijk bedanken voor jullie initiatief. Want jullie zijn er eigenlijk na een soort wild idee rondom het pronkbier aan begonnen. En binnen een maand geleden, zijn ze hier pas mee begonnen. Met een groot artikel op ook in het Leidse Dagblad. En kijk eens, dit is het resultaat. Er is dus gewoon bijna 2000 keer gestemd. Dus even heel hard applaus voor deze twee mannen. En deze mannen zijn van de horeca opleiden. Dat wil ik er even bij zeggen. Nou, dan komen we nu aan dat moment. Ik zou zeggen, mensen, tromgeroffel. Of zijn dat jullie harten die tekeer gaan vol de spanning? Ik mag vertellen dat de winnaar is geworden met 100 stemmen meer dan de nummer 2. En hij staat achterin, en ik zou bijna zeggen, de kroketten van Piet. Piet van de Voren. En dat jullie allemaal ambassadeurs mogen zijn voor jullie vak. En ook voor de jonge mensen die we opleiden weer tot jullie vak. Piet, wil je nog wat zeggen? Nou, ik wil inderdaad wat zeggen. Ik dank ten eerste de mensen die bij me werken. Mats, Menno, Ed, Maire, Tim, ze zijn er nog niet, want we hebben het open. Roos en Paul. En ik dank ook de mensen die op mijn stem hebben natuurlijk, want zonder die had ik het niet gewonnen. En ik was wel eigenlijk een slagje voor. Ik dank ook de mensen die dit georganiseerd hebben, want ik vind ook, ik heb het wel gewonnen, maar alle andere kandidaten hebben natuurlijk ook nog een rete mooi vak en een vakvrouw. Die hebben allemaal natuurlijk, en wij zijn de mensen, wat we in ons kop hebben, maken onze handen. En ik vind dat de organisatie die hier wel voor een platform gezorgd heeft, dat inderdaad misschien de jongere mensen er een beetje lucht van krijgen. Dat ze denken, hé, achter die computer zit er is niet alles. Met je handen kan je ook mooie dingen doen en dan kan je echt een heel mooi vak uitoefenen. En dat geldt voor, net wat je zegt, voor de stoelen stofferen, voor de edelsmid, voor de... Nou, iedereen de smederij, maar ook voor de mensen in de keuken hier, de koks. Dat zijn echt vakmensen. En wij hebben dat gewoon nodig dat we daar echt een beetje een platform voor krijgen. Dat die mensen, dat we jongeren, een toestroom voor jongeren krijgen. Dank jullie wel. Dankjewel. Je kan het goed kletsen. Je kan zo een politiek in. Ik wilde nog zeggen van, ja, wij zijn vakmensen. We werken met onze handen. We kunnen niet zo voor de lul, maar... Ja. Laatste applaus, mensen, voor al deze vakmensen. Thank you.